gasten, ik ben Niels en ik sta hier vandaag niet naast Joost en ook niet naast Martijn. Nee, ik sta naast de beeldschone Claire van Trendgloss. Hallo. Hallo, hallo lieverd. Hey, ben jij een beetje gierig aangelegd? Nou ja, soms. Zeker. Ja? Krijg je veel gratis spullen als YouTuber? Ik krijg wel eens wat gratis, niet heel vaak, maar als ik iets gratis krijg, dan kan ik daar ook wel extra van genieten. Ja, en volgens mij heb je ook wel gierige skills. Zeker. En die gaan wij testen, want we gaan allebei naar Las Vegas. We zijn namelijk uitgenodigd voor de officiële première van Jason Bourne. Yes. In Vegas. En vanaf 28 juli draait hij gewoon in de Nederlandse bioscopen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Laten we vooral yes, lekker inchecken. Oké, wij gaan vandaag trouwen, Claire. Ja. En als je gaat trouwen, dan moet je eerst een huwelijksaanzoek doen. Ja. Jij gaat mij ten huwelijk vragen. Ik ga jou ten huwelijk vragen. Oké, dat is wel fijn. Op een hele bijzondere manier. Kijken hoe mensen reageren en kijken of we wat gratis van die gasten krijgen. Ja, we gaan er gewoon een heel groot Amerikaans drama van maken. Ja. Oh my god, ja. Oh. Really? Het is redelijk druk hier. Dus iedereen gaat weten dat we gaan trouwen. Some things, but I'm here and I'm going to ask my boyfriend to marry me. And he was gonna ask me, but I took the ring. And I wonder if you could put it on a burger. Is dat possible? Ja? Ik ben echt heel erg benieuwd wat je in zo'n shabby tent gratis krijgt. I don't even want to ask, but do you have anything like small for free that you can like a surprise thing coming out or just like custard? Wow. Which is ice cream. I mean, we sell champagne, but it's like $250 a bottle. Yeah, that's not gonna work. Okay, that's it. Ik krijg geen wijn of wat dan ook. Ja. Maar ik krijg een shirt. En ik wil die shirts. Dus beter zeggen ja. Shake Shack shirts. Ja. Hoezo willen we dat? Ja, dat is toch vet? Gaat niet gebeuren. Zo. Lekker. Ik vind het heel eng. Ben je er klaar voor? Ja. Doodnerveus. Wat is dit? Ik ga het van doen, fuck it. Can I have everyone's attention please? For a second. This guy and I have met 2 years ago. From the moment that I saw him, I fell in love with him. He is the sweetest guy I know. And he looks a little bit like a Backstreet Boy, and that's something that I really love. I'm gonna do it. Oh, will you marry me? Yes, I'll do. Yes. Oh. Oh my god, champagne. Oh, wow. Thank you so, so much. This is so kind. Wow. Thank you very much. Oh my god. Cheers. Cheers. We hebben gewoon 2 van die shirts gekregen. Yes. Voor Shake Shack. Shake Shack Las Vegas. En 2 glazen champagne gratis. Gaat gewoon goed. Gaat goed. En dan gaan we gewoon de hele nacht door. Dan gaan we alleen maar gratis shit fixen. De hele reden dat we hier überhaupt in Vegas zijn is omdat we de première van Jason Bourne mogen bijwonen. En we gaan daarbij allemaal vette activiteiten doen die betrekking hebben op de film. Dus dat gaan we eerst doen en daarna gaan Claire en ik alleen maar gratis shit fixen vanwege onze bruiloft. What are we gonna do today? We are going to learn how to move and fight a little bit like the film. Het wordt wel lekker om een vrouw in elkaar te slaan. En vooral jou in elkaar slaan vind ik heel leuk. Dat is fijn. Ga ik wel elke dag doen. Goed, Claire. Maar nou heb jij mij in elkaar mogen slaan, dat is allemaal leuk. Ja. Maar dan ga ik jou laten zien hoe het eraan toe gaat op een racebaan. Want wij mogen een hele vette auto scheuren, wat ook in de film Jason Bourne gebeurde. Wat vind je de vetste auto die hier staat? Ferrari, Lamborghini? Ja, dat gaat voor mij wel een beetje gelijk op. Ja, Lamborghini vind ik wel. Lamborghini. Daar komt Claire met een rondetijd van 6 minuten en 24 eindelijk richting de finish. Oké, fucking spannend. We gaan gewoon naar de première van Jason Bourne. We lopen nu over de rode loper. Daar staat mij. Wat een zaal, hé. Wat een zaal, hé. Niet normaal. We just got married tonight. Congratulations. Thank you. Thank you very much. We were wondering if it's possible maybe to get a free upgrade. Possibly. I can take a look and see if we have something. So it looks like right now I don't have anything in my primary tower with one king bed, as well as our Sky Suite tower with one king. What I could do is, if you don't tell anybody, I can give you actually a Sky Suite key so you can get into their lounge tomorrow. Oh wow. As well as they have their own private pool as well. Oh wow. So it'll be, that's very cool. Similar benefits. That will be great. We hebben gewoon een Sky Suite gekregen. Hotels hier in Las Vegas. En het is dus niet normaal dat je gratis ontbijt erbij krijgt. Nou, dat heb ik nu wel. Kom maar op met de Skype. Maar nu even mijn pas laten zien. Good morning, how are you? Mijn Hagalati. Oosthoek. We're looking for a spot in sun and shade. I would like to have the sun. Het is niet normaal, jongen. Moet je kijken wat er uitziet. Er loopt daar een vent weg en die moest lachen omdat ik dus nu mijn broek aantrek over mijn natte onderbroek en toen zei hij, oh je staying in de auto? Ik zei ja, oké, nice. Waar ben je voor, business? Ik zei nee, ik ben getrouwd hier. En toen vond hij helemaal geweldig. Toen zei hij, what are you doing tonight? Ik zei ja, weet ik nog niet. Hij zet ons nu op de gastenlijst van de Jewel Club en daar draait DJ Tiesto vanavond. De kaarten kosten normaal gesproken meer dan 60 euro. Wij kunnen daar gratis naartoe. En hij stuurt me zo meteen een sms'je. Ja. Gewoon een heel slap lulverhaal ophangen dat ik net getrouwd heb. Ga naar die cocktailbar. It's on the house? It's on the house. Niels, waarom heb je je hand op mijn reet? Waarom heb je je hand op mijn reet? You guys, right? Yeah, that's us. Check this, check. Oh my god. Oké, nice. Er loopt gewoon een gozer voorbij die op Snapchat een video van ons heeft dat jij mij ten huwelijk vraagt. Ja, nou, famous in Vegas gewoon. We zijn gewoon aan het einde gekomen van onze huwelijksreis, Claire. Ja, jammer. Ik vind het jammer dat het erop zit. Maar wat hebben we veel dingen gratis geregeld, hè? Veel dingen geregeld. Dat was zo leuk. Echt heel leuk. Een keer een meisje naast me in plaats van twee van die homo's. Goed, ik wil je bedanken. En jij hebt natuurlijk ook heel veel footage gemaakt, hè? Jazeker. En dat kun je allemaal zien op het kanaal van Claire. Het is Trendgloss en de link staat in de beschrijving. Echt even checken. Ja. En dan zijn we volgende week gewoon weer bij jullie terug met Joost en Martijn erbij. Dan zien we je volgende week. Doei! Yo.